Bouwen. Mark Rutte maakte vandaag zijn eerste dienstreis naar Brussel en bezocht zijn vrienden bij de liberale fractie. Rutte wil de Europese immigratie- en asielregels veranderen en vooral veel minder geld betalen aan de Europese Unie. Mark Rutte heeft zijn eigen vrije rijbaan in Brussel. De racebaan voor politici met haast. De lange man uit Den Haag wacht de internationale pers. Niemand weet nog hoe die heet, dus is het devies, noem me maar Mark. Tot nu toe is de voornaam geen probleem, maar de achternaam, daar vrees ik het ergste. Mark is op zijn eerste dag helemaal zichzelf. Ben ik eindelijk in handen? Hij komt te laat aanrennen voor de familiefoto met de liberale leiders. En hij blijft als laatste even nababbelen met Brian Cowen, de premier van Ierland. On a personal level, we've done very well and he's obviously very enthusiastic about the job that now faces him and he has our very best wishes and goodwill and any way we can assist we'll do so. Rutte had een intiem samen zijn met de vijf liberale regeringsleiders die Europa kent. Hij zal hun hulp nodig hebben, want Rutte wil samen met hen het halve Europese wetboek veranderen. Hij rekent op steun. Ik heb me natuurlijk wel georiënteerd op wat er in Europese landen voor debatten aan de gang zijn. En dan zie je eigenlijk dat, zeker in de West-Europese landen, in het, zeg maar het Europa van voor de uitbreiding, deze discussie in al die landen stevig gevoerd wordt. In al die landen speelt dat thema van toenemende immigratie. En ik merk, als ik daar met mensen over spreek, als je je oriënteert op wat er in die landen gebeurt, dat men zich daar realiseert dat hier Europa een rol heeft en dat Europese verdragen goed zijn en prima, maar dat je wel bereid moet zijn met elkaar als ze op onderdelen niet langer voldoen om ze aan te passen. Maar pas op, omdat de liberaal Rutte samenwerkt met de anti-islampoliticus Wilders, hebben zijn liberale vrienden de nodige bezwaren. Wel, ik maak me een beetje zorgen over de gedoogsteun die nodig is vanwege de partij van meneer Wilders. Waarom maakt u zich daar zorgen over? Ja, omdat die standpunten heeft die partij waar ik het niet mee eens ben. Wordt dat gedeeld in uw liberale familie, die zorgen? Ik heb uitgesproken wat iedereen voelt, ja. Nijt spreekt dus ook namens Guy Verhofstadt, de leider van de liberalen in het parlement. Hij liet een verklaring uitgaan waarin hij benadrukt dat hij samenwerking met populisten argwanend in de gaten houdt. We zullen niet accepteren dat het ooit komt tot racistisch en intolerant beleid dat zich richt tegen minderheden op basis van kleur, religie, afkomst of seksuele geaardheid. We zullen niet aarzelen in te grijpen als dat moet. Meneer Verhofstadt, u heeft een nieuwe liberale leider in Europa. Nou, weten we ook dat er veel kritiek is geweest. Er wordt ook zorgelijk gekeken naar Nederland. Verhofstadt, ook Annemie Nijs, de president van de Liberalen, hebben gezegd, wij willen niet dat Nederland gaat discrimineren. Die gaan u op de vingers kijken. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel goed. Want het is altijd goed als mensen op de vingers kijken. Er is geen enkele reden toe. Maar laten ze dat vooral doen. En Hans van Balen, mijn partijgenoot vanuit de VVD en het Europees Parlement, heeft ook in de liberale fractie uitgelegd dat men zich nergens zorgen over hoeft te maken. Dat Nederland een keurige, normale regering heeft die zich zal houden aan de internationale afspraken, maar wel de ambitie heeft om ervoor te zorgen dat wij in Nederland maatregelen kunnen nemen om die maar steeds nog groot aanwezige stroom van mensen die kansarm naar Nederland komen, om die in te dammen. Probleem voor Rutte blijft dat niet iedereen immigratie als dé Europese topprioriteit van dit moment ziet. Actually, we hardly have immigrants in Finland, so that is not in that sense a big issue in Finland. So we don't see from the Finnish side any kind of need for limiting the number of immigrants. You have an advice for a newcomer like Mark Rutte? Be yourself. Yeah, thank you. Dat was Brussel vanmiddag en we gaan naar Brussel vanavond, naar Chris Ostendorf. Chris, goedenavond, correspondent daar. We hoorden Mark Rutte net die kritiek een beetje wegwijven. De kritiek van zijn eigen liberale vrienden op samenwerking met de PVV. Niks aan de hand daar? Ja, dat doet hij knap, hè, Rutte. Misschien is hij daarom ook wel zo'n goede nieuwe minister-president van Nederland. Hij doet inderdaad, er is niets aan de hand. Terwijl er ondertussen achter de schermen wel degelijk een groot probleem is. Wat is het probleem? Er ligt een stuk van Guy Verhofstadt, de leider van de liberalen in het Europees Parlement. In dat stuk zegt Verhofstadt gewoon ronduit, we moeten populistische partijen in Europa bestrijden. En hoe doen we dat? Hij werpt vervolgens de vraag op, moet je dan die partijen gaan omarmen, zoals bijvoorbeeld Rutte doet in Nederland? Moet je deels hun standpunten over gaan nemen en ze zo bestrijden?
Of moet je gaan nadenken over de voedingsbodem van populisme in Europa, in meerdere landen in Europa? En moet je die voedingsbodem wegnemen, kortom gaan werken aan de problemen, zonder die populistische partijen echt zo in de armen te nemen als in Nederland gebeurt? Het is wel duidelijk, Grieve Hofstad is het niet eens met de lijn van Rutte. Zou het zichzelf nooit kunnen voorstellen, denk ik, om met Wilders te gaan regeren. En schrijft dus zo'n stuk. Dat stuk ligt op tafel. Rutte doet alsof er niets aan de hand is, maar ondertussen hebben ze natuurlijk wel diametraal tegenovergestelde standpunten en zitten ze wel in diezelfde gezellige Europese familie. Ja, Chris, maar we zien in jouw bijdrage dat Guy Verhofstadt wegduikt voor de camera als je hem daar een vraag over wil stellen. Waarom is hij alleen binnenskamers kritisch en buitenskamers zwijgt hij? Nou, buitenskamers heeft hij dus dat omstreden stuk geschreven. Hij gaat vandaag niet voor de camera's omdat hij achter de schermen bijna slaande ruzie heeft met Hans van Balen. Dat is de leider van de VVD in het Europees Parlement. Waar komt dat door? Guy Verhofstadt heeft dat stuk geschreven met die analyse waar ik net over vertelde. Dat heeft hij rondgestuurd met de mededeling graag binnen een kwartier reactie. Wetende dat op dat moment Hans van Balen in de plenaire zaal in Straatsburg andere heel belangrijke zaken stond te vertellen. Hans van Balen kon dus niet reageren. Vindt dat stuk echt onzinnig, niet nodig, niet nuttig. Is het niet eens met die analyse van Verhofstadt. En heeft dus meteen een persbericht erachteraan gestuurd waarin Van Balen zegt namens de VVD: wij vinden dat ieder land gewoon lekker zelf mag bepalen met wie ze regeren, waarom ze dat doen. En daar hoeven andere landen zich niet mee te bemoeien. Dus zo is de sfeer een beetje. Ondertussen is Verhofstadt natuurlijk ook slim. Die vindt Mark Rutte een aardige man. Is bovendien nu de leider van een bevriend land. Dus ik denk dat Verhofstadt geen zin had in echt een openlijke ruzie. Dus die is een beetje vandaag om mijn camera heen gedanst. Ja. Overigens, na afloop zei Verhofstadt nog wel dat hij in principe wel vertrouwen heeft in de VVD, hoor. Totdat het tegendeel bewezen is. Dus ja. Nou ja, ze houden Nederland scherp in de gaten. Hij blijft argwanend, zoals hij zelf al schreef. Ander punt. Rutte die wil op Europees niveau de immigratie- en asielwetten aanscherpen om de toestroom van immigranten in te dammen. Krijgt hij daar applaus voor in Europa? Zijn er meer landen die hem daarin willen steunen? Ja, wel degelijk. Dat is ook een beetje de analyse van Rutte. Als je kijkt naar andere landen, kijk eens naar Duitsland. Merkel, die de afgelopen tijd recentelijk heeft gezegd multiculti is gescheiterd. Dat is allemaal mislukt, dat multiculti willen we niets van weten. Kijk eens naar Frankrijk, waar Sarkozy met een hard beleid bezig is, het uitzetten van criminele zigeuners. Kijk naar Scandinavië, waar rechtse partijen in opkomst zijn. Er is wel degelijk een stroming in Europa, groeiend, die de ergernis van de bevolking verwoordt. De ergernis over immigratie, over criminaliteit. En Rutte denkt daarbij aan te kunnen haken, coalities te kunnen sluiten. Hier in dit gebouw, de komende jaren, kan hij gaan praten en dat aan de orde stellen en proberen meerderheden te gaan zoeken. Maar Europa is natuurlijk ook de realiteit aan de andere kant. Er is ook nog het Europees Parlement. Dat weerspiegelt helemaal niet de realiteit in Europa. Daar zit een meerderheid die sterk heeft. Bescherming van burgers, Mark Rutte wil bereiken, moet hij het hier nu in de Raad aan de orde gaan stellen. 4 jaar heel hard doorwerken, 4 jaar herkozen worden in het Europees parlement. En dan kan hij wat bereiken.